Welkom bij weer een nieuwe NEC-update richting de derby van aanstaande zondag, de Gelderse derby. Misschien wel de belangrijkste wedstrijd van dit jaar natuurlijk. En dat naar die goede wedstrijd van afgelopen zaterdag, de winst op FC Utrecht, 3-0 werd er gewonnen. Dus vroegen we ook even aan trainer Rogier Meijer, dat moet lekker zijn met deze derby in het vooruitzicht. Ja, dat is een mooie opsteker. Maar het is meer een mooie opsteker gewoon om het feit dat je de wedstrijd wint tegen een soort van concurrent. En de tweede wedstrijd op rij thuis wint met 3-0 en goede aanvallen laat zien. Ja, dat geeft vertrouwen en dan gaan we de aankomende week kijken naar de volgende tegenstander. Ja, één ding weten we zeker, dat Jasper Sillissen er niet bij zal zijn zondag. Die hamstringblessure, hij werd vervangen door Robin Roefs. Ja, en die deed dat natuurlijk perfect afgelopen zaterdag. Ja, zeker. Daar kun je alleen maar van genieten. Op het begin is het natuurlijk een beetje spanning en denk je van, wat is dit nou weer? Maar nee, echt van genoten. Het ging ook lekker, dus dan geniet je er extra van. Ik zeg wel, wat is dit nou weer? Maar dacht jij, Jasper ligt op de grond, je denkt, oh jee. Ja, ik had het helemaal niet door. Ineens zegt hij van Marco, de keeperstrainer, van mijn hamstring schiet erin. En toen dacht ik gelijk van, oh, dat zal het moment wel zijn ook dat we debuut gaan maken. En, ah, mooi. Ja, en zo'n derby is een wedstrijd op zich, dat kun je wel stellen. En dat weet ook Erik Meijers, die heeft natuurlijk heel wat derbies achter zijn naam al staan als trainer. Als er één keer een moment is om af te rekenen met Vitesse, dan is het deze week wel. Ja, zoals je nu ook kijkt, er wordt goed getraind, iedereen is fit. Je ziet ook aan de lichaamstaal van de jongens dat ze er heel veel zin in hebben. En ik denk dat ze de spanning deze week op een goede manier opbouwen. En dat is een ervaren staf, ervaren groep. Zeker met de komst van Dost in het elftal, denk ik dat het een extra impuls is om Vitesse de genadeklap te geven. Nu heb jij altijd een goede kijk ook op keepers. We moeten het met Robin Roefs gaan doen. Ja, maar goed, ik denk deze jongen is op een goede manier klaargestoomd door de club. En is inmiddels al 10 jaar hier. Heeft alle nationale elftallen doorlopen. Heeft een goede houding. Kent geen druk. Goede uitstraling. En ik denk dat hij met 1-2 jaar een goede opvolger is voor Jasper. Waarom is NEC favoriet zondag? Omdat ze hoger op de ranglijst staan. Omdat ze stabieler presteren. En Vitesse is natuurlijk een ploeg in nood. En dat maakt natuurlijk altijd rare bokkensprongen. Maar Vitesse zal wel heel goed voor de dag moeten komen. Willen ze hier in de Goffert gaan winnen. En dan de training van vandaag. Gisteren waren ze een dagje vrij. Vandaag wordt er achter me, zie je, getraind. Nou, de selectie is bijna compleet. Tafsan en Onden Larsen die trainden apart. Tafsan die deed nog wat loopoefeningen. Heeft niet meegedaan met het spel. Onden Larsen achter het veld eventjes wat met een bal werken. En ook wat lopen oefeningen. Voor de rest staat iedereen op het veld. Alleen Bart van Rooy, Sandler en ook Bas Dost die stapten iets eerder uit. Die deden ook nog wat loopoefeningen, deden deze oefening achter mij niet mee. We zijn er deze week natuurlijk een paar keer richting die belangrijke derby. De Gelderse derby van aanstaande zondag tegen Vitesse. Graag tot de volgende update.